Ik ben Roselijn van Eiken. Ik ben zelfstandig metaalrestaurator. Ik behandel voorwerpen van alle metalen. Achter mij staat een Nautilusbeker. Het museum Prinsenhof Delft heeft mij gevraagd om deze beker klaar te maken voor tentoonstelling over Delft zilver. Het montuur laat verschillende fantasiefiguren zien in het thema van de zee. Zo is hier een schildpadachtig figuur te zien, een zeemeerman en een van de zeepaarden die de strijdwagen van Neptunus voorttrok. Deze schelp komt van een dier dat Nautilus heet. Het is een inktvissoort met een uitwendig skelet. Omdat deze schelp een beetje beschadigd is, kan je zien dat er meerdere kamers in deze schelp bestaan en die gebruikt de Nautilus om van hoogte te veranderen. Eigenlijk is het een soort duikboot. De belangrijkste stap in deze behandeling zal zijn het reinigen van het zilver. Om het goed te kunnen poetsen en vooral om de poetsmiddelresten onder het montuur weg te kunnen halen, ga ik het gedeeltelijk uit elkaar halen. Een Nautilusbeker is een bijzonder en zeldzaam voorwerp. Er zijn nog 9 Nautilusbekers uit Delft bewaard gebleven en dit is er één van. Na de restauratie zal die structureel weer goed in elkaar zitten, is het zilver schoon en gaat het weer stralen.